Nee, ik ook niet. Oh, nee! 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 Oh, jongens, nee! Yo mensen, welkom. Je kijkt naar weer een nieuwe Project Middle Earth Survival episode. En jongens, deze episode wordt niet echt heel spectaculair of zo, want ik ga gewoon even door Gondor heen lopen samen met Aaron. Yo, what up, bro? Ja, zeker. Yo. Want er is best wel weer heel erg veel veranderd. Heel veel. En dude, ik zat net in die mine, hè, want ik teleporteerde naar jou. Ja. Maar dat gaat ver? Wacht, ik heb een waypoint daar staan. Hoeveel blokjes gaat dat, man? Jongens, ik zal het even laten zien. Bijna 1000, volgens mij. Bijna echt, die tunnel is zo lang. Ik dacht, ik vlieg wel even naar de uitgang, maar dat duurde echt vet lang, gek. Je doet. Maar heb jij dat allemaal gedaan, of doet Leon dat ook? Of Barry, of... Nee, Mark en zo. Iedereen doet daar gewoon een beetje. Iedereen, behalve ik. Ja, eigenlijk wel. Maar hebben jullie echt al veel resources ook? Want ik heb eigenlijk helemaal niet in chesten gekeken en shit. Zilver, ik heb al 4 stacks aan zilvers en nieuwe units gekocht. En als het goed is heb ik nog meer zilver, hoor. Echt? Ja, waar zijn jouw units, man? Ik zie ze nergens. Uit. Waar? In mijn huis, wacht. Ik kan... In je huis? Nee, niet, roep ze niet. We gaan wel even op bezoek, ja? Want kun je ook meteen een rondleiding geven. Ja, dan gaan we naar mijn crib, hè. We gaan naar Aaron's crib, jongens. Dit is ook... Dit is allemaal nieuw. Ik weet niet wat het dan is, man. De mode staat er nog steeds. Hier rechts is het huis van... Oh, sorry. Ik klikte naar het huis. Dit is het huis van Leon, I guess? Nee, dit is mijn huis. Oh, is dit jouw huis? Ja. Welkom in Aaron's crib. Oh ja, dit is jouw huis. Nice. Waar? Nice. En al die dingetjes. Waar zijn de units, man? Oh, dude, deze... What? Kan dit? What the fuck? Het is zo iets met een horen of zo van de mod. En ik vond het wel grappig uit, de strategietafel of zo. Yo, is dit echt de Middle Earth map ook? Ja, toch? Het is Middle Earth. What? Dat is sick. Waarom heb ik dit niet? Heb ik al een huis? Ik heb nog niet eens een huis. Nee. Ik heb nog niet eens een huis. Gast, kan ik hierop zitten? Ja, even kijken hoe ziet dit eruit. Oh, dit is echt grappig. Nice. Dude, echt dikke map. Wauw. Moet je mij ook leren hoe je dat kan doen, man? Dat is niet zo moeilijk. En dan ga ik boven en heb je mijn wapenkamertje. Je wapenkamertje, nice. Oh, dit is je wapenkamertje. Hier staan allemaal units. What? Kijk dit ook. Dit ziet er fucking grappig uit, man. Oh my god, ik wist helemaal niet dat dit... Is dit Ancient Warfare mod? Of is dit Lord of the Rings mod? Die dingetjes zijn Bibliocraft. Oh, Bibliocraft hebben we er ook nog in zitten. Jongens, ik vergeet allemaal welke mods we erin hebben zitten, maar... Kan je dit ding ook open doen of zo? Shift. Nee. Dan heb je het zwaard van Azor ook zit erin. Wow, hoe doe je hem open? Shift. Oh shit, ik heb het gepakt. Oh. Hoe doe je hem open? Shift en dan rechterklik. Maar... Oh shit. Huh? Shift, rechterklik? Oh lol. Oh my god, dit is geniaal. Dude. Ik wist niet dat we dit hadden. En dat is het zwaard van Azog, zei je? Ja, pak maar. Kijk, wat staat hier, jongens? Belonged to Azog the Black Uruk. Beetje jammer dat Azog geen Black Uruk was. Dat is wel racistisch, eigenlijk. Beetje racistisch van de mod, maar wel grappig dat je die hebt. Die zit ook echt in zo'n speciaal dingetje hier. Ja. Helemaal trots erop. Zeker. Wow, yo, gek. Oké, hier zijn dus je units. Oh my god. Alleen maar tower cards en 3 archers. Als het goed is. Dus deze dudes zijn met die dingetjes op hun hoofd zijn tower guards. Ja. Hoor je en waar? Al die dingen. Maar zijn die het sterkst ook gewoon, of wat? Het goed is wel. Ik weet het allemaal niet. Ook een van de duurste als het goed is. Want ik zag je ook wel eens met zo'n paard dude of zo. Die zijn dood. Oh, die zijn dood. Waarschijnlijk door die goblin fight of niet? Ja, daar had ik er 3 als het goed is. En die zijn allemaal dood gegaan in die. Iedereen ging dood in die goblin fight, jongens. Ja, heel veel mensen. Iedereen. Wauw. Dit ziet er echt epic uit. Nice! Dus dit is jouw huis? Wat zit hier nog? Oh. Helemaal niks, moet ik nog inrichten. Ik ga een beetje teleurstelling dit. Maar jij hebt tenminste een huis. Ja, jij nog niet. Ik heb geen huis, man. What the fuck? Wat zit hier allemaal in? Als dit is je wapenkamer, toch? Ja. Er zit geen wapenkamer of wapens in de chest, man. Er staan wapens en armor. Oh ja, een warkskin, een ruk en zo. Alright, nice! Dus dit is jouw crib? Ziek. Fucking ziek. Ik vind het echt fucking nice. Wat is dit? Een koelkast? Hier. Weet dat Leon gemaakt? Ik weet niet wat het is. Een kast. Leon, wat is het? Weet ik veel. Een soort. Ja, het is wel grappig. Sowieso vind ik die inrichting. Ik vind dit zo vet, ik zweer het je. Wat, een klok? Gast, ik moet echt eens gaan verdiepen in die mods of zo, want ik snap er niks van. Ik heb lopen rondkijken met dat Notting of Items of zo. En dan zag ik een paar dingetjes staan en ik vond het wel grappig. Ook met brilletjes. Oh ja, je hebt natuurlijk echt 14 pagina's vol met shit. 6 pagina's. Ik heb er 14. Hé? Huh? Als je op E drukt, hè, en dan... Ja, ik heb... Heb je er... Hoeveel? 6. 6? Ik heb er 14, man. Hoe kan jij er 14 hebben? Wat staat er bij jou op de eerste pagina? Normale Minecraft blokken. En wat staat er bij jou op
jouw laatste pagina? Waar begint het mee? En zo. Huh? De laatste pagina is met allemaal stoelen. En de eerste pagina is gewoon al markerblokken. Misschien heb je nog een andere mod erin zitten of zo. Nee, volgens mij, nou, het zal wel. I don't know. Oh, hier heb je ook weer zo'n leuk kastje. Gast, ik wil ook een huis. Waarom heb ik geen huis? Weet ik niet. Wil je aan Leon vragen? Leon. Leon is de huizenbouwer bij ons, jongens. Of eigenlijk de allesbouwer. Ja. Ik weet niet, heb jij iets gebouwd in dit dorpje? Nee. Niks? Nee, ik ben... Het is allemaal Leon? Ja. Wauw. Jongens, ik vind echt dat Leon fuck goed kan bouwen, trouwens. Dit is de stal. Ik vind het echt sick. Oh ja, we hebben ook een stal. En ik merkte ook dat er geen paard was voor mij. Het paard heeft super veel leven, zoals niet normaal. Ja? Ik kan het niet zien. Ik ga erop zitten, zou ik zeggen. Brodo, het superpaard van Aaron. Mag ik erop zitten? Ja. Wow, gek. Ik denk twee rijtjes heeft hij. Ja. Waar hebben we die gevonden? Gewoon random. Ja, ik zat een beetje erop te kijken en ik vond hem en ik dacht, nee, nee. Nice. Maar waar is mijn paard? Ik heb ook geen paard. Ik heb niks. Deze is van Dylan. Dus moet je aan Leon vragen. Ik heb geen huis, ik krijg geen paard. Deze is van Mark, Leon, Aaron en deze is van Delano. Waar de fuck is mijn paard? I don't know. Ik heb geen gast! Wat... Fucking Leon, die fixt gewoon niks voor mij. Oké, anyway, dit is het huis van Mark. Laten we daar even ingaan. Dus even kijken of hier al iets in staat. Volgens mij. Of zit hier niks in? Nope. Mooi. Vond me ook niks tegen van Mark dat hij er niks heeft in staan, maar... Nee. Nah. Alright, next. Van wie is dit huisje? Dat is Delano met een toren. Delano met een toren. Oh, dat is wel een sick toren, ja. We gaan even bij Delano aankloppen. Gast, kan je aankloppen? Klap eens aan. Hij hoort het niet harder. Ja. Yeah. Hoort hij ons? Yay! Nice. Yo, Delano. Oh, hij heeft ook al zo'n nice klokje, man. Oh, die klokjes zijn echt leuk. Yeah. Dude. Oh my god, ik wil echt een huis nu. Ik ben skeer. Ik ben de koning van Gondor, maar ik heb geen huis. En geen paard, ik heb niks. Nee, eigenlijk niet, nee. Oh, hier hangt ook al zo'n mapje. Oh, dit is ons dorpje vanaf de bovenkant. Grappig. Ik had niets gezien. Nee, ik ook niet. Oh, nee! 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 Oh, jongens, nee! Jullie zien het al in de chat en jullie horen het waarschijnlijk ook. Mordor invasie. Waarom? Pas op dat ze niks opblazen. Want... Oké, okay, well, ik hoorde al iets. Oh, ze zitten hier boven, man. Ik zie het zwaard. Oké, pak ze. God damn it! Yeah. Help! Oké, Barry is er net weer. Ik zeg dat hij moet helpen, want er is een invasie. Black Uruks! Invasie! Woe! Help! Oh shit, ik slaap bijna mijn eigen dudes. Gewoon even mijn unit summen. Oh ja! Hier. Laat jouw units het doen! Bombardier. Waar is die bombardier? Hoe zien die bombardiers eruit? Oh, nee! Nee! Niet, laat hem niet opblazen! Laat die wark niet opblazen, vriend! Please! Kill die wark! Kill! Die... Oh! Nee! Die wark-bombardiers, jongens, dat zijn van die warks. Die hebben zo'n bom op hun rug en die maken kraters. Ja, die maken echt groot, hoor. Die maken echt grote kraters, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Oh my god, dus als je die ziet, ik zie er nu geen één meer. Oké, nice. Nou, die blaast echt serieus alles op wat je hebt. No! Gaat die exploderen? Ja, en de blacksmith is gone. Oh my god, wark-bom. Of niet? I don't know. Aaron, help. And... Oh my god. Maar oh my god. Moet de blacksmith dan nog een nieuw gebouw worden tussen? Ja, de blacksmith is gewoon zo'n standaard gebouwtje. Dat is op zich niet zo erg, maar... Zit hij wel weer in echt een huge krater gewoon ook? Uh-oh. Ik ben een beetje lag op de server. Ja. Kan ik even mooi observeren hoe het ervoor staat? oh my god. Warkbom. Is dat warkbom? Ik weet niet. Nee. I don't know. Nee, dat is gewoon een wark met een dude op zijn rug. Gast, jouw units, die fixen dit wel op zich. Hey. Leuk! Pas op! Nee, weg daar! Nee! Oh, je unit, man! Ik zag ze allemaal die damage krijgen. Liegen, hoi. Oh my god, ren van de stad. Ja, inderdaad. Je moet niet in de stad gaan vechten ook. Dat is niet slim. Gat in de toren zitten, wacht tot het voorbij is. Ja, we gaan gewoon in de toren schuilen tot het voorbij is, man. Beste tactiek. Oh my god, mijn zwaard is ook bijna kapot. Kut. Yo, van wie zijn al die speren ook, man? What the fuck? Mijn tower guards. Oh, die zijn fucking OP. Je ziet overal liggen. Jammer dat je ze niet op kan pakken alleen. Dan heb je echt een OP farm, hoor. Ja man, dan ligt hier echt een dikke stack aan speren ofzo. Zeker. Nou, dat is nog eentje, denk ik. Was dat het? Oh, ik heb jou volgens mij. Nee. Oh, daar heet ik maar. Was dat het? Volgens mij. Maakt dat zwaard kapot of kan het niet? Ja, een game mode kan het kapot wel. Ja, ik ga niet in game mode. Dude, zijn al deze units van jou? Of ook van Mark? Volgens mij ook een paar van Delano. Wauw jongens, kijk ons legertje.
Kijk ons Gondor legertje, dit is niet normaal. Dikke archers hier, paardgoosjes hier. Oh, archer paarden, of paarden archers bedoel ik eigenlijk. Die zijn ook vet duur, of niet? Ja, ik heb liever tower guards. Ja, tower guards zijn ook echt OP, ja. Wauw, was dit het? Is het zwaard weg? Oh. Oh, het zwaard is weg, oh my god. Nou jongens, check de schade van, ja, dit. Het is weer fucking sick. Al die speren, vriend. Al die speren ook, het is echt, wauw, het is echt sick. En hier ook weer een krater. Volgens mij waren dit 3 bommetjes in totaal. Nou, Leon fixt dit wel. Leon fixt de blacksmith wel. Maar nee, maar dit was gewoon, weet je, was zo'n normaal spannend gebouwtje van de Lord Twins mod. En dat is op zich niet zo erg. Maar, oh my god. Is er een manier hoe je invasies kan voorkomen dat ze niet gebeuren? Dat hebben we al gedaan, alleen hebben we nog niet alles geprotect. Kun je het protecten? Ja, je hebt iets in de mod en dan kan je banners op een gold block zetten. En dan spannen er geen invasions in die dingen. Echt? Laat eens eentje zien. Als ik het kan vinden, hè. Hey, Mark gaat mij weer slaan, zou ik eens niet, jongen. Hier, fuck jou. Waar ben je? Hier ook. Oh, huh? Waar? Huh? Hier. Oh, ik volg gewoon de grote groep en daar zit jij waarschijnlijk wel voor, jou, hoor. Het zit onder de grond, anders vonden we iets mooier dan boven de grond, dus even zoeken. Dus het is een goldblok met een banner van Gondor erop ofzo? En ook mensen van Mordor kunnen hier niks breken. Echt niet? Nee, met plus 1 van Gondor kunnen hier iets breken, maar volgens mij zat hij hier ofzo, ik weet. Oh, hij zit echt, oh, jullie kunnen er niet meer bij? Jawel. Break it. Yo. Oh, je hebt hem al. What the fuck? Zit je nu vast? Je zit vast, hè? Hij zit vast, jongen. Oh my god. Zit je vast, Aaron? Ja, ach, tape. Ik fix het. Oh jee, je kan ook gewoon tp accept. There we go. Nu heb ik het gesloopt, oeps. Maakt niet zo super veel uit, denk ik. Nee, there we go. Nice, maar hoe groot is die radius dan? 32. 32 blokjes links, rechts en zo. Ja. Nice, dus daar kunnen dan geen invasies komen? Nee. Als het goed is kan er ook niks kapot geblazen worden als het achter op de wiki stond. Dus. Wauw, nice. Ik wist niet dat het kon. Dus eigenlijk moeten we overal verspreid over de stad van die shit hebben. Eigenlijk wel, alleen, ja, nog best wel duur. Ja, gold blokken natuurlijk, fucking duur. Ja, wauw. Genoeg hoor, maar. Ja, dat is waar. Nice, dus dan kunnen we ons stadje straks protecten tegen van die fucking kraters. Hier zit er ook nog één. Mhm. Oh my god, gast, ik weet niet wat dit voor stal was, maar hij is kapot. Oh nee, deze was sowieso al open. Een oude stal. Yo, wij hebben veel kippen, gek. Feathers. Die shit. Feathers inderdaad. Nice. En volgens mij zat hier ook nog een krater, of is die al gevuld? Oh nee, die zat volgens mij hier. Of nee? Ik weet niet waar die zat. Nou ja, die is waarschijnlijk al opgevuld inderdaad. Ja. Er zitten overal kraters in ons dorpje, maar het is niet normaal. Maar ze zijn op zich wel allemaal gefixt. Wauw, oké, okay, waar waren we met de rondleiding? Want die invasie was niet gepland. We hadden alles al volgens mij al gedaan. Hadden we alles al gehad, ja. Een paar huizen. Een paar huisjes. Even kijken. We gaan nog even verder heen, jongens. Even kijken waar. Nog niet zijn geweest. Even kijken, zijn er veel mensen online? Redelijk veel. Zullen we even kijken wie er allemaal online zijn? List. Ik ben online natuurlijk. De Iron Hills zijn online. Mordor is online. Rohan en de Shire is online. Allemaal lekker gezellig. Even kijken hoor. Ja, dit hadden we dit al gehad? Oh ja, nee. We waren nog niet naar boven geweest bij dit Lano Shizzle. Oh nee, in zijn toren. Kijk, ja, in zijn torentje. Dat we ook even naar boven kijken. Oh my god, jezus, hij heeft volgens mij... Nee, jij hebt wel meer units, denk ik. Nou, ja, waarschijnlijk wel. Wel van mijn unitjes dood, dus. Echt waar? Zijn ze net dood gegaan? Nee, ik had nog een groter leger. Oh, nee, oké. Okay. Maar is dit de toren? Ja. Oh, dat... Best wel skeer, eigenlijk. Dit is best wel skeer, ja. Ziet er beter uit vanaf de buitenkant. Maar whatever. Oh, hij heeft zelfs een tuin, gek. Nou ja. Wat is het? Niet echt een tuin, denk ik. Dat is wel grappig. Gast, als Leon er is, hè, ik ga meteen een huis fixen. Maar waar moet mijn huis dan komen? Want ik moet wel echt een speciaal plekje hebben natuurlijk. Maar alles is kapot. Oh, de toren is zelfs ingekort. Oh, dat had je nog niet gezien. Huh? Oh, serieus? Ja. What the fuck? Wat? Huh? Nee, ik zat net al te kijken van, hè? Maar... Ik dacht een vierkant blok. Had op dat. Oh, jongens, dit moet zo'n beacon tower zijn, weet je wel, van Gondor. Dat er zo'n nog ding bovenop zit, dan zo'n brug. En dan nog zo'n ding. Ik weet wel dat de helft was opgeblazen, maar dat zo... What the fuck? Dat had ik helemaal niet gezien. Oh my god, dus die brug is ook weg. Ja. Dus, oh, maar waarom heeft Leon dat weggehaald? I don't know. Oh, nu is dit het gewoon zo... What the fuck? Oh, wat? Waarom had ik dat niet door? Dat was heel vaag. Maar even kijken, waar is nog een mooi plekje voor mijn huis? Misschien wel gewoon echt hiernaast, daar of zo. Of gewoon dit weghalen en huis maken.
dit weghalen in mijn huis. Maar ja, want hij ging toch, of blijft dit de opslag of gaat Leon een nieuwe opslag maken? We gaan ik en Leon samen doen als het goed is. Ja, want hij wou toch de opslag veranderen of zo, zei hij. Want dit is nu onze opslag, jongens. Dit is best wel een chaos. Ik weet niet of overal echt in zit wat er ook hoort in te zitten. Oh my god, wauw. Fucking veel ores. Zeker. Fucking veel eten. What? Oké, voor eten hebben we sowieso geen probleem. Holy shit. Dude, hoe komen wij al zoveel eten, man? Farms, wauw. En random shit. Oh my god, dan heb je hier Damien survival chest. En wat zit erin? Volgens mij. Kan ik erin? Ik mag er niet in. Server lagged. Oh, there we go. Dit zit erin. Hoe scared ben ik? Oh, wat erg dit. Meer company potion. Wat? Ja, daar zit een... Ik kan niet meer lopen potion in. Ja, inderdaad, jongens. Dit is de... Ik kan niet meer lopen potion. En dat is voor traileropname. Spoilers! Maar... Huh? Wie doet nou de... Delano, fuck ja. Maar die potion heb ik nodig voor wat shots. Maar dat zien jullie dan wel in de trailer. Want jongens, even tussendoor. De trailer komt er ook binnenkort aan. Ik ga binnenkort een teaser uploaden. Dus een klein stukje om jullie een soort van te plagen eigenlijk. Van de trailer. Want ik heb al een stukje geëdit en hij is echt fucking epic. Waarschijnlijk gaan we hierna nog meer een stukje opnemen met iedereen. En dat wordt echt epic. Ik weet niet of Aaron, ga jij nog een storyline of zoiets doen eigenlijk? Ja, denk het wel. Want Aaron heeft ook een kanaal, jongens, voor het geval jullie het wisten. Zijn kanaal zit ook in de beschrijving. Sociaal TV, als ik het goed zeg. Ja. Nice, hij uploadt ook Project Middle Earth, dus ja. Check even in de beschrijving zijn kanaal. Volgens mij hebben we alles gehad in Gondor nu. Ja. Ik wilde nog iets zeggen. Oh ja, kijk dit jongens. Green End Draw. Dit kreeg ik van jou, of niet? Heb je dat gekregen? Nee, maar iemand zet er... Kijk, hier, ken je dit spul? Ja, wacht, even dingen in mijn pouch doen dan hoor. Want... Ik weet wat het is, maar... Ja, want iemand die kwam naar me toe in Gondor en die zette zo'n pot neer op de grond en toen water erin. Of zo, en toen kreeg ik dit eruit. En dat is Green End Draft en dat is plus 130% attack damage en plus 20% speed. Handig. Dat is echt fucking, dat is gewoon een bijna, nou het is geen golden apple, maar... Nee, het regent niet als het goed is. Het regenerate niet, maar het is wel fucking sterk. Dus dat kun je, want iemand zet echt zo'n pot op de grond, toen water erin. Buddy. Buddy was het. Ja, waarschijnlijk was Buddy het. Hij heeft ook nu ook zo'n ding vast. Nice, Bally. Gast, Bally heeft ook al... Huh? Waar is jouw alignment? Dude, had jij niet veel meer? Ik heb 1221. Oh, ik zie 289 boven jou staan. Misschien heb je een verkeerde balkje. Oh, lol. Oh ja, ik moet hem natuurlijk op Gondor zetten. Oh, wauw. Nee, dan heb jij meer dan Bally, inderdaad. Ja. Maar jullie hebben allebei echt vet veel, want ik heb 135. En dat is niet veel. Nee. Maar ik moet nog natuurlijk... Alle, ja, weet je, jullie hebben al dik invasies gehad en zo. En dan ben ik er nooit, als er invasies zijn. Nee. Of nou ja, ik ben er wel, maar dan denk ik van, oh, dat doen hun wel. We hebben er al echt gehad eigenlijk. Ja, er zijn er wel vet veel geweest. Maar jongens, dit was weer het einde van de episode. Niet heel spectaculair, zoals ik aan jullie zei. Maar we hebben even dus een toertje door Gondor gegeven. Ik vind het echt fucking nice eruit zien tot nu toe. Er moet ook nog steeds een muur komen. Dat wordt wel echt een klusje. Maar ja, weet je, Leon die fixt dat waarschijnlijk wel. Leon bouwt toch alles? Nee, maar dikke shout-out naar Leon ook. Zijn kanaal staat ook in de beschrijving. Shout-out naar Aaron. Zijn kanaal staat ook in de beschrijving. Ja, dude, ik ga ook mijn bril opzetten trouwens. Waarom deed ik dat niet? There we go. Oh, wacht, ik wil eigenlijk ook zo'n billetje zoals jij. Dit is vet nerdig, man. Ik wil jouw ding. Goddammit. Jij fixt hier nou al zo'n billetje voor mij, hè? Ja, hoor. Oh, oeps. Dat is niet te doen. Anyway, jongens, bedankt voor het kijken naar deze episode. Als je het leuk vond, druk op dat blauwe duimpje omhoog. Laat in de reacties achter waarom jij in Project Middle Earth wil, want jongens, er gaan invites uit bij deze episode. Dus ik zeg hem alvast, of nou ja, ik zeg het eigenlijk pas aan het einde van de video. Dus mensen die hem helemaal hebben afgekeken, die weten dat het gaat gebeuren. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Aan ons kanaal staat in de beschrijving. Het enige wat ik nog ga zeggen is jongens, later!